Goed, ik ben inmiddels weer thuis en het is vandaag woensdag en het is vandaag woensdag en ik ben net klaar van stage. Ik heb gisteravond een late avonddienst gehad en van nu alweer een dagdienst, dus ik ben best wel een beetje moe. Ik ben de hele dag ook niet zo lekker geweest, maar daar is nu niks meer van te merken en echt gewoon helemaal niks meer van te merken, want ik kreeg net een berichtje van een vriendin, Ashley, en zij vertelde me dat er vanuit school een mail is geweest, bla bla, dat je gratis kaartjes kon krijgen voor Ahoy. En ik heb er wel eens van gehoord, maar ik heb het niet gelezen of zo. En ze vertelde me net van, joh, ik heb er al meegedaan, ik ga vanavond, maar ik heb nog een kaartje over, dus wil je mee? Prima. Rooney Flex gaat, vind ik op zich wel hartstikke tof, maar het is niet dat ik een mega, mega, mega fan ben. Maar toen vertelden ze me dat stuk erin ging en toen dacht ik, wacht even, als hun er aanwezig zijn, dan moet ik gewoon ook gaan. Dus ik doe mijn bandje alweer om. En mijn stuk tv bandje is om. Ik ga me even omkleden. Ik heb deze lange broek, hou ik aan, mijn schoen hou ik aan. Dit doe ik wel even, ik doe een t-shirt aan. In verband met vanavond, dan hoef ik ook geen vest of iets mee te nemen. Het zal daar ook denk ik wel gewoon heel erg warm zijn. Ik neem een klein tasje mee. En heel stiekem ben ik toch een klein beetje aan het freaken hoor. Want kom op, ik ga gewoon naar fucking Stuk TV. Hallo. Oh my god. Dat is echt ongelooflijk. Ik had nooit kunnen denken dat ik naar Stuk TV ging. Echt waar. Thomas, Giel, Stefan. Ik kom eraan. Ik ga me omkleden. En ik zie ze vanavond. Yay! I'm gonna go to the hospital.
Yeah.
goed. En ik ben weer thuis. Oh my god, jongens, echt. Het is lange tijd geweest dat ik ooit weer naar een feest of festival of weet ik het wel ben geweest. Maar dit was toch zo ontzettend gaaf. Het was zo gek, maar ook zo tof en gaaf en leuk om de Mannen van Stuk TV live te zien. Ik ben zo losgegaan. Dat zou je echt wel gezien hebben in de vlog. Sorry voor sommige mensen die om me heen lekker aan het gillen waren. Ook sorry voor jullie oren. Want het geluid zal niet heel erg zacht zijn. Maar ik wil jullie wel bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van de beelden die ik heb kunnen schieten bij dit evenement. Ik heb er heel erg veel van genoten. Ik heb met heel veel respect voor de mensen die awards hebben gewonnen. Die heb ik niet gefilmd, maar er zijn mensen van Young Impact die awards hebben gewonnen voor supermooie en goede dingen die ze hebben gedaan. En daar was dus dit festival voor. Dus ik ben heel blij dat ik hierbij mogen zijn. Ik heb er heel erg van genoten. Ik ga nu lekker slapen. Morgen weer een schooldag. Maar als ik een schooldag heb, zullen jullie deze vlog zien. Want deze vlog komt namelijk een dag eerder. Gewoon omdat het leuk is en omdat het kan. Maar in ieder geval wil ik jullie bedanken. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg! En #stuk.